Land. Oh, land. Volgens mij wordt er een lijn erin zullen. Rodriguez. Falcao. Schaas. In de 65e minuut. Ja, Colombia heeft de bal. Saïs. Cuadrado. Die prima weggestart. Zoals ze dat voor een grote regelmaat laten zien. Niet hier, maar wel de afgelopen wedstrijd. Ver. Hier is Nate. Stroken. Van de kom op, jongens. Ja, bijna weer bij Nassi krijgen. Ze krijgen dan toch voor elkaar die team van Oranje. Om het Colombia af en toe knap lastig te maken. Zij met z'n elven. Ik weet niet hoe het hier gaat, maar ik krijg steeds meer sympathie voor deze team die er alles voor doen om deze wedstrijd niet te verliezen. En wellicht zelfs nog te kunnen winnen. Deze 10 jongens, waarvan je kan afvragen hoeveel er straks in Brazilië in de basis van Oranje zullen staan. Marco van Ginkel was de laatste oranje debutant die uitkwam voor Vitesse. De huidige koploper van de Eredivisie. Met Krupper en nieuwbakken vader Patrick van Aanholt. Zitten er twee op de bank. Valdes. Zapata. Rodriguez. Ja, is het pauze of zo? Klas. Oh, gelukkig. Ja. Geel van Strootman. Waarop Mondragon, de keeper, zich komt melden. Maar ook naar deze zuur plas. Ja. Victor Ibarbo staat klaar, de speler van Cagliari, die tegen België in de ploeg kwam en scoorde. En Gutierrez van Laas in het speelveld. Allerlei Carlos Rodriguez. Nu met schaars overleg, wat er nou allemaal op het veld gebeurt. Dat kan in de Portugese schaars natuurlijk van Sporting en Rodriguez, die bij Porto heeft gespeeld. Cuadrado weer gezocht, prachtig weer gelopen. En het vervolg krijgt ze niet in elkaar. De inwoners op Colombia. Met 25 miljoen of zo. Arias. Rodriguez nu samen met Falcao voorin gaat spelen. Ibarbo van links. Ver, goed doorgekomen. Nassi. Hij speelt een overman. Jezus. Schaars. Een terugspeler. Ja, ga nog een terugspeler.